Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door MSC. Hartelijk bedankt MSC voor het sponsoren van de computer waar de podcast op draait. En drie hele mooie monitoren die mijn setup versterken. Check de link in de beschrijving voor meer informatie. Deze podcast is ook mede mogelijk gemaakt door Audio-Technica. Hartelijk bedankt voor het sponsoren van de microfoons en de koptelefoons. Ben je op zoek naar de beste audio-oplossing voor jouw eigen persoonlijke setup thuis? Linkje in de beschrijving. Hallo dames en heren, welkom. En hallo. Welkom en hallo. Niemand snapt het. Oh mijn god. Ja, we hebben een heel stuk geluld hiervoor over hallo en welkom. Waar kan je dat zien, Joost? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, misschien dat op Twitch? Misschien op Twitch. Misschien. Het is het idee dat ik misschien op Twitch een soort van behind the scenes van de podcast doe, wat er voor en daarna speelt, maar dat is nog niet zeker. Joost. Nice. We hebben het wel opgenomen. Joost, dat is er zijn zoveel kijkers die gewoon nu twee dingen hebben waar ze zich zo erg aan triggeren. Eén is Pascal, die hier zit. Eén is gewoon, hey, hallo. Hey. Volgende podcast doen we met Link. En dan krijgen ze Pascal erbij. Nou, eigenlijk Link 2.0. Ja, oké, okay, dus, op zich. Wederhelft, hè? Dus dan zijn ze al een beetje triggered. Ja. Maar waar is Duncan? Oh, kijk hem. Duncan is niet... Oh, is niemand ziet ja, het. Doe even full cam. In beeld. Oh, kijk, ik kom bij me liggen. Dat is wel lief. Link heeft na tijden weer een pussy. Link is zo blessed. Wow, wat een mooie segue. Laten we het hebben over pussy. Yes. Nee, goed. Het was de bedoeling dat ik hier alleen met Link zou zitten. Duncan is trouwens niet elke week hier. Het is mijn podcast. Niet de... Nu denken ze, oh, eindelijk ook gewoon normaal die podcast kijken. Jemig. Oké, we hebben dus Link en Pascal als gast. Hè, want we wilden deze aflevering, dat we gaan praten over relaties en hoe het fout kan gaan als je dat deelt op YouTube. En Pascal was hier toevallig. Toen dacht ik van, hey Pascal, jij hebt ook een keer geflikt. Ja, ik heb ook streekjes. Ja, Pascal heeft ook een keer een vriendje gehad. Dus heeft een keer een vriendje gehad. Wil ook gewoon even hebben. Ja. Hoe was het om een mannelijke relatie te hebben? Ja, vertel. Ja, we waren nieuwsgierig eigenlijk. Pik. Zo groot. Kun je met je meetlint even... Ja, het was ongeveer... Pascal heeft een meetlint in zijn broek, dus dat gaat hij nu even laten zien. Dat wil zeggen, dit is zeg maar de gemiddelde. Ja. Hij zat ongeveer tot en met hier. Okay. Net iets erbuiten, zeg maar. Flinke, dat is wel een flinke. Zij kan dus niet meer zitten, eigenlijk? Eigenlijk niet, nee. Okay. Als je die in je poepet krijgt, dan... Dit gaat gewoon totaal de verkeerde kant op. Slecht. We wilden het heel serieus hebben over het hebben van relaties op YouTube. En wat de risico's daarvan zijn. Ja, het risico is dat we erom gaan lachen. Ja. Nou, gelukkig kunnen ze erom lachen, jongens. Ja. Geen emotionele shit vandaag. Wacht maar. Link gaat huilen zometeen. Oh, nee, niet meer. Maar Link, hey. Er is helemaal geen muts om te verbranden. Ik heb een muts bij me. Ik heb hem bij me. Pak de aansteker. Let's go. Oh, ik wil trouwens wel even mijn merch pluggen. www.linktech.nl. Dat okay. Heb ik gedaan. Oh, fucking kom niet gratis natuurlijk. Oké. Okay. Je hebt betaald. Dat is bij deze. Heb jij ook nog wat om te pluggen, Pascal? Nee. Ja, eigenlijk niet. Deze maand gaat hij nog een video uploaden. Ja. Aankomende maand heb je een video. Dat is zijn plug. Er komt weer een video online, jongens. Pascal, woe, ga hem kijken. Oeh, yes. Heel mooi. Nee, goed. We gaan het hebben dus over relationships. En, kan je dat eten, chips? De meest recente relatie die uit is gegaan is natuurlijk die van jou en Liesje. Ja, wacht maar tot over 2 dagen voordat de podcast online is. Ineens een break-up out of nowhere. Als er in één keer vandaag of morgen of overmorgen, wanneer er ook in één keer een of andere grote YouTuber uit gaat maken met iemand, ben ik best wel verdrietig. Ja, snap ik. Ja, dan moet je het helemaal opnieuw doen en deze verwijderen. Gewoon, of later uploaden. Gewoon Don en Lotte gaan uit elkaar. Ik en Nicky gaan uit elkaar. Wie heb je nog meer? Roos en Jer gaan uit... Oef. Milan en Brigitte. Oef. Zoveel mogelijkheden. Oh. Heel veel mogelijkheden. Nee, maar Link. Hey. You broke up with your wham. Nou ja. Oké, vertel. Hoe is het gegaan eigenlijk? Want ik weet nog dat jij zei... het was uit tussen jou en Alicia. Ja. En dat was voordat je deelde op YouTube. Was je nog bij mij langsgekomen. Hebben wij er nog over gepraat. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Heeft Alicia het uitgemaakt? Heb jij het uitgemaakt? How did that go? Nou, een beetje een gezamenlijk moment van dat het eigenlijk uitging. Zeg maar dat je beide beslist, zeg maar van... Oké, we moeten ermee stoppen. Dus niet van, oh, die ene heeft uitgemaakt, die andere heeft uitgemaakt. Het was meer een samen keuze. Besluitje om het uit te maken. Het was eigenlijk meer, maar het was eigenlijk gewoon een beetje wat langer gaan. Dat het gewoon wat meer oneenigheden waren tussen de relatie. Wat eigenlijk gewoon elkaar niet oploste. En dachten we bij zelf, oké, om elkaar gelukkig te houden, dan kunnen we beter gewoon niet meer vriendje, vriendinnetje zijn. Jullie waren uit elkaar gegroeid. Ja, een beetje wel. En dan over de tijd heen en dan uiteindelijk zag het wel een beetje aanvoelen dat je uiteindelijk wel uit elkaar ging. Maar je weet het nooit allemaal 100% zeker. Ik kan altijd nog weer terugdraaien.
Maar uiteindelijk was het dus wel zo ver gegaan dat het uit elkaar ging. Ja, want jullie hebben wel in een relatie ook wel een paar keer van die momenten gehad dat je echt dacht van oké, moet ik hier wel mee doorgaan, right? Dat je even met elkaar ging praten ook. Ja. Ik kan me herinneren dat jullie wel echt van die momenten hadden dat jij dacht echt van ja, ik weet het allemaal niet meer met haar en dit en dat. En toen uiteindelijk gingen jullie praten, toen was het wel weer goed. Hebben jullie nog een kans gehad, elkaar nog kans gegeven? Ja, we hebben wel meerdere ups en downs gehad. Wel een keertje dat echt gewoon echt zaten van oh, waar gaat deze hele relatie heen, toen we echt anderhalf jaar hadden. Maar daarna was ineens een half jaar weer helemaal goed, weet je. Was helemaal weer verliefdheid en alles op eraan. Dan ging het allemaal weer goed. Ja. En dan uiteindelijk ging het weer een beetje naar beneden. Dus. Ja, precies. Maar had je niet toen in die tijd al een beetje een idee van oké, waar gaat dit eigenlijk naartoe? Is dit niet een verkeerde keuze die ik heb gemaakt of iets in die richting? Nee, niet zo. Het is echt wel mijn eerste echt serieuze relatie die ik heb gehad. En dan, dan ben je alles een beetje aan het experimenteren en alles op eraan. En altijd ook wel een beetje het gevoel van oké. Dit is wel een potentiële wife material, weet je wel. Ja. Op de manier hoe je zeg maar, met elkaar omgaat van... Oh, je hebt dezelfde interesses. Dat is later ook heel erg handig. Je vindt leuke dingen leuk om samen uiteindelijk met elkaar te doen. Dus dan later, als je uiteindelijk met elkaar samen woont... dan weet je altijd dat je gezellig bij elkaar kan zijn. Dus dan denk je weer nou, dit kan ik wel lang uithouden. Ja. Dus dan heb je een soort van toekomstbeeld. Ja, precies. Dus je had wel echt al op basis van... Wow. Ik ben paars. Er werd even een discootje. Oh, dat was wel een heel klein, heel onprofessioneel. Heel onprofessioneel. Ja. Heel jammer dit. Grappig. Nee, maar... Oké, dus jij zag van... Oké, we hebben heel veel interesses die... we delen heel veel interesses. Ze hield van gamen, jij hield van gamen. Ja, dat was eigenlijk al van het begin. Toen, zeg maar, ik heb haar ontmoet door Duncan. Ja. En uiteindelijk ook daar via WhatsApp. En toen kwam ik achter dat ze gaming leuk vond. Mm-hmm. Nou, dat vind ik best wel belangrijk. Want mijn groot deel van mijn leven bestaat uit gaming. Anime-series kijken, dus cartoons in Japan. Dat vond ze leuk om te kijken. Ik dacht, hey, dat is altijd handig. Als we denken van, hey, wat kijken, kan je dat doen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld Pokémon Go spelen. Dus bijvoorbeeld ook, vind ik ook heel leuk om te doen. Als je naar buiten wil... Dan kan je dat samen spelen. Dat is super chill. Ja. En allemaal andere interesses zo die allemaal over elkaar heen kwamen. Dus dat was best wel relaxed, zeg maar. Ja. Dus. Maar, oké, dus het is... daar lag het dus niet aan, zeg maar. Aan het feit dat jullie interesses gelijk waren. Nou ja, begin... Daar lag het deels eigenlijk ook wel aan. Want bij het begin was onze... Dat waren heel erg onze interesses. Dus dat waren nog steeds mijn interesses. Ja. Nog steeds gaming, anime, dingen Pokemon doen en Go. Zo. En YouTube vooral. Ja. En bedrijf en alles op me eraan. En mijn vrienden en zo. Dat waren mijn belangrijke dingen. En door die 3 jaar heen is dat eigenlijk niet veranderd. Mm-hmm. Misschien wel prioritization is misschien anders. En Pokemon Go minder. En gaming misschien soms ook wel wat minder. Maar bijvoorbeeld YouTube is heel erg omhoog gegaan. En wat meer met vrienden doen is ook heel erg omhoog gegaan. Maar zij bijvoorbeeld meerdere interesses gekregen. Bijvoorbeeld hardstyle. Vind het bijvoorbeeld heel erg leuk. Ja. Ik vind dat echt... Kut muziek. Ik vind voor de rest vind ik elk muziek bijna prima. Behalve die... Ja, dan kan je wel lekker op los gaan soms, hoor. Ik krijg er gewoon legit koppijn van. Ja. Elke keer diezelfde... Toren in orde. Mm-hmm. Word ik gewoon een beetje sad van. En dan... zij vond het helemaal geweldig met festivals en zo. En heeft ook gewoon genoeg vrienden waarmee ze dat kan doen. Yeah. Maar die interesse konden ze niet met mij delen. En denk bij mezelf... Ah, weet je, ik heb ook genoeg interesses. Tuurlijk. Wat... Jij ook niet doet. Ik vind bijvoorbeeld social media en YouTube heel erg belangrijk. En dat doe ik wel echt. Dat zijn bijvoorbeeld minder. Dus dan hebben we andere interesses. Maar dat is helemaal niet echt in een relatie. Als je elkaar maar respecteert en begrijpt en dingen vraagt af en toe en interesse toont. Dan is dat prima om andere interesses te hebben. Maar uiteindelijk vond het zo erg dat ik niet naar mijn haar op feestjes kwam. En niet naar die muziek luisterde. En af en toe had ze gewoon echt gewoon een uur lang die muziek op aan in die kamer. En dacht van, nou, ga ik liever beneden zitten dan in die, die gebonk. Maar had zij dan ook niet zoiets van, oké, Link is hier nu. Ik ga me hierop aanpassen, want ik weet dat hij deze muziek niet leuk vindt. Dus laat ik eventjes wat anders opzetten. Dat had ik verwacht, maar dat was niet zo. Deed ze dat niet? Nou ja, dat af en toe deed ze het wel eens, maar dan moest ik echt om zeuren. En ik van, wij hebben ook superveel muziek geluisterd die we samen ook leuk vinden. Dus waarom kan je dat dan niet opzetten, weet je wel? Want fucking veel muziek is er in de wereld. Dus. En met het is geven en nemen in een relatie, toch? Dus ik bedoel, als jij iets doet wat zij niet leuk vindt, dan doe jij dat ook niet. Nee. Bijvoorbeeld, als zij het echt helemaal niet chill vindt als ik ga opnemen als zij bij mij is. Oké, dan ga ik het proberen om niet op te nemen als zij bij mij is, weet je wel. Ja. Nou oké, dat is natuurlijk wel weer een werkdingetje. Dat is dan net weer wat anders. Wat zou een beter voorbeeld kunnen zijn? Pascal, help me even. Ik zit hier voor niks. Beter voorbeeld. Hij komt straks nog. Ja, weet ik. Maar ik wil eventjes dat Pascal me even helpt. Oh ja, oké. Pascal, help hem even. Oké, ik probeer je te helpen. Ja. Ik haat ook dit soort dingen verzinnen. Even een goed voorbeeld wil ik hebben. Een goed voorbeeld van wat jij, zeg maar, waarop zij, zeg maar, moet aanpassen op jou en jij moet aanpassen op haar. Ja. Of zo, zeg maar. Een goed voorbeeld. Ja, wat ik bijvoorbeeld zou doen, wat zij bijvoorbeeld niet leuk zou kunnen vinden.
uit eten gaan of... Nee, uit eten ook niet, nee. Link die dan bijvoorbeeld nog tot laat aan het grinden is als hij wilt slapen of zo? Ja, zoiets van dat zij tegelijkertijd of zo met jou wil gaan slapen, maar jij moet nog grinden, maar... Zij ja, weet dat jij moet grinden. Dan... Ja, dat is bijvoorbeeld wel een goede. Dat is ook bijvoorbeeld wel iets. Zij ging af en toe ook zelfs vaker naar bed, omdat ik dan bijvoorbeeld een video van morgen af moest maken. En dat wilde ik gewoon doen. Ja. En dan ging ik uiteindelijk gewoon een paar uur later ging ik dan naar bed. Maar dan sliep ze lang en dan maakte het voor de rest niet uit. Ja. Maar dat vond ze ook niet erg, want dat zegt ze ook tegen me. Kijk, als ze het erg vond, dan moet ze dat zeggen. Want ja, dan kan ik al mee. Als je nooit iets zegt, dan, dan lukt het niet. Maar dat was bijvoorbeeld wel een dingetje. En maar bijvoorbeeld als in relatie, als in... Dat ik, ze wilde uiteindelijk dat ik vaker bij haar kwam. Ja, dat wou ik dus net gaan zeggen. Van een van de redenen waarom het dus... Van wat je toen tegen mij vertelde hebt dat het uitging... is dat jij eigenlijk, Alicia, niet de aandacht kon geven die zij wilde. Ja. Ja. Dat was wel echt iets in de relatie. Want eerst hadden we zeg maar echt een beetje een... Nou, niet een weekend ding, maar gewoon... Dan hadden we dus zeg maar echt tijd voor elkaar. Mm-hmm. Om in ieder geval elkaar elk weekend te zien. Dus zorgde ik eigenlijk ook vrijdagavond of soms wel in de middag... dat ik gewoon klaar was, dat zij naar mij toe kon komen... of dat ik naar haar toe kon komen, ja. Tot en met zondagavond. En desnoods nog tot maandagochtend. En dat was best wel relaxed voor mij, want dan heb ik gewoon van... Oké, dan ga ik die 5 dagen ga ik gewoon kaart werken dat ik 7 video's af heb. En dan is het gewoon klaar. En dan heb ik alles gedaan en dan kan ik gewoon heel het weekend gewoon chillen... met haar zijn en gezellig hebben. Maar ze had uiteindelijk zo van, ja, ik wil je gewoon vaker zien... Maar voor mij is dat niet mogelijk, zo 1, 2, 3. Dat, ja. Dat weten jullie misschien ook wel. Ja. Want als je als YouTuber zijnde... bezig ben met video's, je kan die zomaar even een dag wegdoen. Ja, klopt. Maar YouTuber is ook heel erg onvoorspelbaar een beetje. Het kan zo in één keer zijn dat je, bam, je krijgt in één keer wat tussendoor. Waardoor je daar even tijd voor moet maken en dan moet je dingen gaan verschuiven. Ja, en bijvoorbeeld een voorbeeld als een Jair bijvoorbeeld tegen mij zei van... Hey, kom vandaag chillen, leuk doen voor de vlog en alles op en eraan. Dan zeg ik, ja, leuk, weet je, gezellig. Want dan ben ik met een mede-YouTuber met een vriend... die ik normaal gesproken het weekend niet zie, want dan ben ik met haar bezig. Mm-hmm. Als zij bijvoorbeeld zegt, kom woensdag langs, zeg ik van... nou, ik kan nu beter eigenlijk in een video gaan investeren... want dan heb ik alles af voor het weekend. Dus dan zeg ik heel vaak gewoon op bijvoorbeeld op Jair of op Milan op de avond, zeg ik ja. Maar zeg ik bijvoorbeeld op haar, zeg ik dan nee... omdat ik daar dan geen tijd voor heb... omdat ik daar haar toch het weekend zie. Zo zag ik dat altijd eigenlijk een beetje. En dat vond ze altijd wel een beetje raar. Kan ik enigszins wel begrijpen, maar... vanuit perspectief van een YouTuber als bedrijf zijnde... Zo zag ik dat zeg maar een beetje zitten. Maar had jij dan niet zeg maar het idee ook van... laat ik haar meenemen? Of laat ik zeg maar... jij gaat naar Jair chillen, neem je haar mee? Of jij bent thuis aan het grinden, dan is ze wel in jouw huis... maar dan doet ze haar eigen ding? Nou, dat kon bijvoorbeeld ook niet... want ze heeft ook gewoon 5 dagen in de week werkte ze. Okay. Dus dan ging ik ook vaak ook gewoon... in de middag ging ik bijvoorbeeld naar Jair toe. En dan ben ik bijvoorbeeld de avond. Omdat ik ben wel iemand die zeg maar... ik wil efficiënt zijn met mijn tijd. Dus als ik naar haar toe zou gaan... zou ik niet even een half uur willen rijden... 2 uur er willen zijn en dan weer naar huis toe gaan. Want dan denk ik, ja, dan ben ik 1 uur onderweg geweest... om er maar 2 uur te zijn. Mm-hmm. Dat is tijdefficiënt niet goed. Want ik ben heel erg met tijd bezig. Daarom zijn ook 19 keer mijn video's gewoon op tijd online. Hey Joost, hey. Maar, we hebben het hier niet over, Link. Shut up. Ik dacht, ik zeg het even. Maar ik ben heel erg met tijd bezig. En zo, hoe je efficiënt kan zijn met tijd. Want tijd is equals money, weet je wel. Tijd is geld. Tijd is geld. En ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon goed je tijd kan investeren... En met dat ben ik zelf, met privéleven ben ik er ook heel erg mee bezig. Van oké, wat is het beste om nu te doen qua tijd? Als ik nu een half uurtje eerder weg ga en dan kan ik bijvoorbeeld 1 uur eerder weg. Dan heb ik een half uur tijd gewonnen. Dan kan ik een half uur voor mezelf doen of in iets anders investeren. Ja. Dus daarom wil ik heel erg van, oké, ik kan misschien wel deze avond nu komen. Maar dan moet ik binnen 2 uur weer weg omdat je moet slapen. Omdat je morgen naar je werk toe moet gaan. En dan heb ik heel mijn avond... verpest dat ik niet een video af kan editen. Want dat is dan weer een hele video als je een hele avond kan gaan werken. Als je helemaal lekker in je workflow zit, dan krijg je alles af. En dat is echt heel satisfying feeling voor mij. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Want ik had het laatst ook, dat ik een afspraak staan ergens. En ik dacht van, oké, dan ga ik even heen. Zit ik daar 1 uurtje, 2 uurtjes, ga ik weer naar huis. Weet je wel, ga ik aan het werk. Mm-hmm. Toen kwam ik erachter dat ik 2 uur moest rijden om daarheen te komen. Toen dacht ik van, ja, dan moet ik 2 uur rijden. Zeker de 2 uur, moet ik er 2 uur terug. Dus mijn hele dag weg. Ja, maar dan heb jij dus 4 uur lang gereden voor een 2 uur gesprek. Ja. Dan heb je het gevoel van... Ja, maar waarom heb ik 4 uur daarin geïnvesteerd voor maar 2 uurtjes? Daarom heb ik het afgezegd. Ja, dat zijn die tijddingen waar zeg maar, wij heel erg over nadenken. Ja. En ja, dat heb ik ook heel erg, dat beschuldig ik mezelf ook echt van, dat ik dat in mijn privéleven ook heel erg stop. Nou, maar ik doe dat ook, maar ik heb denk het mazzel dat Nick niet naar school gaat of zo. Het is natuurlijk kut voor haar dat ze niet naar school kan. Mm-hmm. Maar het feit dat zij gewoon ook thuis zit, dan kan ze beter gewoon hier zitten dan
Want dan zien we elkaar nog, zeg maar. Ja. Dan ben ik, ondanks dat ik dan aan het werk ben, is zij gewoon aanwezig en doet zij gewoon haar eigen shit. Weet je, ik heb een computertje voor haar. Kan zij gewoon streamen of haar eigen ding doen, tekenen, vindt ze leuk. Ja. En, dus daarom werkt dat, zeg maar. En ook een bepaald dingetje wat ook best wel frustrerend was, voor mij in ieder geval, is dat altijd van mij werd verwacht dat ik makkelijk naar haar toe ging. Want mijn baan is makkelijker om naar haar toe te gaan. Is ook wel zo, want ik kan mijn eigen tijd inplannen. Ja. Maar het wordt altijd van je verwacht, in plaats van dat ze denkt van dat je... Ja, de verwachting dat je dat sowieso doet, is vervelend. Net als dat ik een auto heb. Als ik bij haar ben, dan verwacht ze dat ik haar ergens heen breng. Ja. En ze van, oh, je komt naar me toe. Oh, dan kunnen we wel eventjes naar Rotterdam toe rijden. Ja. Nee, zo werkt dat niet. Ja, die verwachting is er bij mij ook, hoor. Ik weet dat is. Ik vind dat heel erg vervelend. En dan zeggen we mezelf, oké, maar je bent ouder dan 18, dus 20. Je kan voor een rijbewijs gaan. Nee, daar heb ik geen geld voor. Oké, maar je gaat wel elke maand naar een festival toe. Wat ook een paar honderd euro kost. Oké, dat vind je dan helemaal geweldig. Vind ik allemaal prima. Maar denk ook aan een rijbewijs. Want daar heb je later ook heel erg veel profijt van. Misschien kan je een auto misschien kopen. Maar daar kan je uiteindelijk later weer geld voor sparen. Ik denk dat ze maar altijd heel erg in de toekomst van... Oké, dat is gewoon iets wat je sowieso moet hebben. Want dat is super relaxed. Als je eenmaal een auto hebt, kan je niet meer zonder. Yo, ik weet nog wat toen ik mijn rijbewijs had. Ik was zo fucking happy. Yeah. Meteen heb ik een auto gekocht. Ik ben overal heen gaan rijden. Nooit mijn OV gebruikt. Ja, dat is echt super relaxed. En elke keer moest zij dan 3 kwartier tot een uur... moest af en toe met het OV, weet je al, ligt eraan of het een weekend is of niet. En dat is gewoon vind. Ik moest maar een half uurtje rijden. Maar als ik bijvoorbeeld een half uurtje moet rijden om haar op te pakken... en dan weer terug, dan heb ik een uur gereden... en dan moet ik haar ook weer terugbrengen naar huis. En dan weer een half uurtje. Dat is weer 2 uur, weet je al. En dan, kijk, zit ik weer met die tijd en zo en opraan. Ja, ik kan me er zelf wel in vinden, hoor. Maar ik doe dat dan zeg maar meer omdat ik weet dat Nick af en toe niet met de trein kan. Mm-hmm. Weet je wel, en dan wil ik haar nog steeds zien, dus dan heb ik dat er wel voor over. Maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Ja, dan ligt er ook aan van, oké, is ze dan voor 1 avondje en dan gaat ze de ochtend dan weer weg? Of nee, blijft ze dan blijft ze wel voor een paar dagen. Dan denk ik bij mezelf, oké, dan investeer ik dat half uurtje ophalen en half uurtje terug, dat ze een paar dagen bij me kan zijn. En denk ik van, nou, dat is wel de moeite waard. Dat is hartstikke gezellig. Maar als ik denk van, oké, dan moet ik een half uurtje ophalen en half uurtje terug. Hé, dan gaat ze de ochtend, moet ik er weer een half uurtje terugbrengen en een half uurtje. Dan ben je weer huur kwijt voor heel kort. Waarschijnlijk zijn er heel veel kijkers die nu denken van... Link, waarom ben je zo zakelijk over? Ik ben echt in dat opzicht qua tijd en zo ben ik heel erg veranderd voor mezelf. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik mijn werk heel erg persoonlijk neem. Maar speelt gevoelens en liefde daar niet heel erg in mee dan? Dat je denkt van oké, ik wil haar gewoon heel graag zien nu. Dus ik ga haar gewoon ophalen of ik doe dit of ik doe dat. En ondanks mijn werk, want ik wil haar gewoon heel graag zien. Ja, ik heb eigenlijk gewoon 2 liefdes. En dat was dan dat en mijn YouTube. En ik heb altijd gezegd, YouTube staat nummer 1. Ja. Al heb ik zeg maar echt het 100% dilemma van dat ik echt eentje moet kiezen of YouTube of mijn vriendin, dan had ik voor YouTube gekozen. Ja, oké. Maar er zijn wel meerdere YouTubers die dan zo denken van, oh, je kan toch niet je vriendin? Maar het is echt van, mijn YouTube is legit gewoon mijn leven, dat is mijn werk. Ja. Dat is het leukste wat ik vind om te doen. Doen al mijn vrienden, als ik dat kwijt ben, dan heb ik het gevoel, oké, dan heb ik geen geld meer. Dan moet ik een andere baan zoeken. Dan, dat is het leukste wat ik doe. Nou, dat is gaming of gewoon entertainen in het algemeen. Nou ja, wat ga ik entertainen als ik geen publiek meer heb? Ja. Ja, kan ik wel gaan entertainen, maar als niemand naar me gaat kijken, wat ben ik dan aan het doen? En vrienden. Ja, kijk, al mijn vrienden doen YouTube. En dat is super relaxed, want dan kan je elke keer gewoon op dat onderwerp terugkomen en erover praten, alles op en eraan. Ja. En als ik geen YouTube meer doe, dan heb ik echt het gevoel dat we langzaam dan uit elkaar gaan. Ook misschien ben je misschien beste vrienden. Je gaat langzaam uit elkaar, omdat je niet meer hetzelfde hoofdinteresse hebt. Tuurlijk, je bent ook heel veel van je beste vrienden van je schoolperiode ben je nu kwijt, want die spreek je gewoon nooit meer. Ja, dat is bijvoorbeeld ook een investering. Ja. Ik heb al mijn basisschoolvrienden nooit meer gesproken op eentje na, omdat die heel af en toe ook Pokémon Go speelt. Hey, hartstikke fijn, dus daarom spreek ik heel af en toe nog eens. En middelbare school, eigenlijk helemaal niemand. Ik heb 1 keer een reunie gehad van een paar uit mijn klas, even een etentje, was even gezellig. Voor de rest ook niet meer echt gesproken. En van mijn studie, van mijn eerste studie die ik af heb gerond, daar spreek ik legit niemand meer. En van mijn 1 jaar dat ik op foto school zat, spreek ik nog 1 meisje. Maar die doet af en toe ook, die doet ook YouTube 1 keer in de week. Yeah. Dus dan vind ik af en toe ook gezellig om met haar te praten. En het is gewoon een hele gezellige meid om mee te praten. Ze heeft een vriend, don't worry. Dus dacht ik, disclaim het eventjes. Maar dat vind ik ook heel leuk om met haar over bepaalde dingetjes te praten. En zij heeft best wel, zeg maar, omdat ik met haar praat, zij snapt precies wat ik bedoel qua relatie. Want zij heeft ook met een vriend hebben ze bijvoorbeeld over samenwonen. Yeah. Vond ook een leuke topic. Ik weet niet of die er ook over staan. Maar samenwonen, ook een leuk dingetje. Alice wilde bijvoorbeeld al binnen 1,5 jaar wilde ze eigenlijk een beetje kijken om samen te gaan wonen. Yeah. En dan heel erg in de omstreek waar zij nu ook woonde. Omdat dat dicht bij de werk is. En voor de werk moet ze dat doen. Want ze moet een half uur of
20 minuten, een kwartiertje moet ze van de werk af zijn, omdat ze bij het ziekenhuis werkt. En ik van, oké, dat is prima, maar mijn droomhuis is niet hier zo. Want dan ben ik tering voor geld kwijt voor een redelijk mooi huis. En bijvoorbeeld als ik ergens in fucking Oosten ga wonen, wat toch niet boeit voor mijn werk, heb ik een prachtig mooi huis voor veel minder. En dan... Maar jij wilt ook meteen, zeg maar, een huis kopen waar jij gewoon lang wilt blijven wonen, toch? Jij wilt niet, zeg maar, eerst gaan huren of een klein huisje nou kopen ergens. Het liefste wel. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld, stel ik kan met een vriend samen wonen nu, bijvoorbeeld met een jaar of weet ik veel, met iemand. Dan denk ik van, dan ga ik erover nadenken van, hé, dat is wel leuk, want dan woon ik eerst met een vriend samen. Dan wilde ik sowieso ook eerst. Ik wil eerst gewoon of op mezelf wonen, echt helemaal alleen. Ja. Of ik wil eerst met een vriend samen wonen. Want als je eerst met je vriendin gaat samenwonen en uiteindelijk ben je altijd met elkaar samen, dan heb je dat nooit ervaren. En ik wil dat ervaren, want ik heb heel veel positieve dingen over gehoord. Dat Milan en Don hebben samengewoond. Nou, die hebben echt de beste verhalen erover. Dat ze supergoede vrienden door zijn geworden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld jij hebt dan met Ron samengewoond en nu met Duncan, weet je wel. Ik krijg allemaal die succeservaring en ook natuurlijk minder ervaringen. Maar daar leer je van. En het is gewoon heel belangrijk om gewoon niet meteen die grote stap te nemen. Want dan komt zoveel op je bordje. Ja, je mist heel veel. Ja. Ja. Nee, dat snap ik wel. Net als bijvoorbeeld als je heel jong kinderen wilt of zo, weet je wel. Dan mis je ook gewoon heel veel van je leven, terwijl dat altijd nog kan. Ja, zeg maar. Dat denk ik dus ook altijd. En samenwonen met je vriendin kan eigenlijk ook altijd nog. Ja. Dus ik snap wat je bedoelt hoor, daarin. Zo denk ik er altijd, in ieder geval altijd over. Oké. Okay. Ja, ik zit altijd een beetje te denken van, maar wat nou zeg maar als je dus diegene vindt, weet je wel, die the one, of weet je, dat cheesy fucking verhaal. Ja, dat je die persoon vindt waar je denkt van, oké, dit is gewoon de juiste persoon voor mij en dat voelt beide zo. Dat je dan toch wel een soort van voorrang geeft. Of zo, dat je denkt van, oké, weet je, dan fuck it, we doen dan nu al. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Vincent en Eva of zo, die wisten gewoon van elkaar, dit zit gewoon goed, weet je wel. Vincent wilde gewoon kinderen en hij had zoiets van, fuck it, weet je, ik weet dat het goed zit, laten we gewoon maar gewoon kinderen nemen. Of laten we maar samen wonen. Dat dacht ik ook, maar ik ben mezelf, ik ben 22, zoveel security heb ik ook weer niet, weet je wel. Nee, het is zo, maar het kan, Ik zit nog in mijn prime van mijn leven, ik ben echt nog aan levens genieten door de baan te doen wat ik leuk vind, leuke dingen eromheen te doen. Ik wil geen bepaalde vastigheid hebben, ik woon nu ook nog bij mijn ouders thuis, dus ik kan elke kant nog op. Ja. Zij betalen letterlijk de huur. Ik hoef daar niks aan te betalen. Ik krijg als ik gewoon thuis ben, elke dag krijg ik om 5:30 heb ik lekker eten. Lekker prak, die weet je, zulke dingen. En dat, daar hou ik gewoon van een bepaalde ritme van, oké, daar hoef ik dan niet aan over na te denken, weet je wel. Nee, dat kan ik uit handen laten. Dat wordt voor me gedaan. Dat was voor me gedaan. Alles op en eraan. Elke dag ook, oh, doe ik kast op. Oh, zijn we nieuwe sokken? Hartstikke fijn. Dat weet je wel. Dat hoef ik niet. Ik hoef de was niet te doen, niks. En dat is echt... Nee, dat is fijn. Leven. Dat is zeker fijn. Ik vind, ik vind zelf persoonlijk het wel chill dat ik nu een beetje die ervaring heb. Dus mocht ik uiteindelijk met mijn vriendin gaan wonen, dat ik dat allemaal al heb, weet je wel. Ik hoef niet het wiel nog opnieuw uit te vinden. Ja, maar dat heb jij dus nu ervaren met, dus met vrienden samen. Ja, dus daarom wilde jij inderdaad ook die ervaring misschien eerst een keer zelf opdoen. Ja, en al is het op mezelf, of al is dat het met een ook van. Ja, precies. Goed. Hey, je hebt een video geüpload waarom ik mezelf niet goed voel de afgelopen dagen. Het is uit. Ik laat even een klein fragment over horen en dan lijkt het misschien wel leuk als je dan wat meer over kan vertellen over die video. Waarom heb je die video gemaakt? Waarom misschien dat je ook nog wat meer over bepaalde topics wil gaan praten die je daarin besprak. Okay. Ik heb hem wel gekeken, maar ik weet niet helemaal meer uit mijn hoofd wat je allemaal zei. Dat is niet alles uit je hoofd weet, Joost. Wauw. Wauw. Had ik niet van je verwacht. Goeie voorbereiding. Hey, je bent op me geabonneerd. Nou, het belletje niet, Joost. Oeh, Joost, dat belletje. Komt de aap uit de mouw, hoor. Dat belletje. Rinkel de bel. Ik heb hem gerinkeld. Yes. Goed. Elke keer. Heel kut. Goed, ik ga even een fragmentje afspelen. Heel naar. Geen geluid. Geen geluid. Alleen in het weekend, voor mij op een zaterdag of zo, is het uitgegaan. Het is eigenlijk uitgegaan omdat we een beetje uit elkaar zijn gegroeid. Om gewoon even context te geven over de relatie van wat ik eigenlijk wil vertellen. Ik ben zo van is, we hebben eigenlijk 2 jaar lang eigenlijk een hele leuke relatie gehad. We hadden heel veel dingetjes gemeen. We vonden het leuk om samen anime te kijken. Dat is zeg maar een cartoon. Ja, maar dit heb je net al verteld. Ja. Maar goed. Oké, alles wat je hierin vertelt, heb je denk ik al verteld, I guess. Ja, I guess. I guess, maar wil je er nog wat meer over kwijt? Wil je nog wat meer in-depth gaan over wat je vertelt? Want je zei wel in die video van, misschien dat ik een keertje in de podcast ga om er wat meer over te vertellen, of wat ruimer erover te vertellen. Ja, het ging eigenlijk, de reden eigenlijk waarom ik die video had gemaakt, eerst wil ik überhaupt nooit een video over maken. Ja, dat zei je. Want op het moment dat het uit was, en een week daarna, dacht ik mezelf, ik wil het eigenlijk gewoon zo lang wel even gewoon een maandje, even gewoon niks meer zeggen. Bijvoorbeeld een voorbeeld, Jacinta en Harm, toen die met elkaar hadden, was ook uiteindelijk uit. En dat hebben ze heel lang hebben ze dat nooit gementiond. Alleen nadeel van die relatie was dat Jacinta echt bijna elke video van Harm was die te zien. En ineens, ploep, was ze weg. Dus dan gaan mensen naar vragen. Bij mij was de situatie juist, echt eens in de kwartaal of zo, was zij op mijn kanaal te vinden. Dus mensen
vroeger er niet om. Want als het eenmaal gebeurde, dan gebeurde het een keertje. Ja. Maar het was geen main ding wat je altijd zag. Mm-hmm. Dus dacht, oké, dan kunnen we het even uit laten bloeden. Ook voor onszelf. Van, hey, dan weten we nu 100% gewoon, oké, het is uit. En dan uiteindelijk kunnen we het in het publiek gooien van, hey, het is al een maand uit. Dus, nothing to worry about. Want allemaal je, goed. Dat was je plan. Dat was eigenlijk mijn plan, zeg maar. Niet echt een plan, maar dat had ik zeg maar voor ogen. En toen kreeg ik eigenlijk een beetje, na een week kreeg ik al te horen van, hey, ik heb een ander. Ja. En toen was echt van, ja, fuck, weet je. Ja. Gewoon überhaupt al die emoties door me heen gingen. Maar ook gewoon van, ik ben een YouTuber. En het is verplicht om alles tegen je publiek te zeggen. En ik haat dat hele gebeuren van, oh, je moet ze 100% echt zijn voor je kijkers en alles wat ben eraan. Want fucking hell, Bassie en Adriaan, denk je dat die echt gaan voor je zijn? En fucking Ernst en Bobby. Tuurlijk niet. Dat ze tijdens een show even zeggen van, ja, mevrouw en ik hebben ruzie gehad. Maar we hebben het nu wel heel gezellig in de dierentuin. Nee, dat is niet voor gemaakt. En mijn kanaal is ook niet voor gemaakt eigenlijk om al mijn problemen te delen. Het is omdat YouTube net even wat anders is dat je het kan persoonlijker kan maken. Maar kanalen zoals Dude Perfect gaan ook niet over een relatie praten. Nee, tuurlijk niet. Weet je, die zijn alleen maar toffe content aan het maken. Ja, en dat wil ik eigenlijk ook gewoon. Daar 100% de focus op geven. Wat Ronald bijvoorbeeld ook zo zijn met zijn depressie, zeg maar. Dat hij echt gewoon 100% gewoon een blije gezicht wil geven op iedereen zijn gezichtjes. En dat is hetzelfde bij mij. Ja. Ik denk alleen dat kijkers, zeg maar, met ons meer een persoonlijkere band voelen dan, zeg maar, een Dude Perfect, wat echt een groep is of zo aan mensen, weet je wel. Ja, dat is waar. Omdat wij echt ons persoonlijke kanaal is. Dus dan, doe je me niet. Het was gezellig. Maar ik snap wat je bedoelt. Want wij zijn natuurlijk één persoon. Ja. En je kijkt altijd naar ons. Het is wel gek om af en toe dat te beseffen, maar jullie kennen ons, maar wij kennen jullie eigenlijk helemaal niet. Als een kijker naar ons toe komt van, hey, ik was op je stream een keertje en toen zei ik hoi en toen zei je hoi terug. Dus ik heb mezelf van, ik wil je heel graag zeggen dat ik het weet, maar geen idee. En af en toe weet je het wel eens, want ik bijvoorbeeld sommige kijkers, dan weet ik gewoon wie het is. Soms heb je wel eens echt zo'n dedicated groepje dat je gaan weten van, oké, die is die. Maar ik heb bijna 600.000 abonnees, dus ik kan niet 600.000 mensen uit mijn hoofd kennen. Nee, tuurlijk. En wat wilde ik eigenlijk vertellen? Ja, je ging compleet weg. Nee. Je had het erover dat jij op jouw YouTube-kanaal gewoon entertainment wil bieden. Ja. En je wilt kijkers laten lachen. En toen zei Pascal van dat het soms, omdat wij, we doen ook lifestyle een beetje. En we delen wat meer van ons leven door middel van social media. Ja. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld een Dude Perfect die af en toe even een video pusht en verder niks van zich laat horen. Ja, mensen die willen graag wat meer weten over wat ze doen. Een beetje die video maken om ook mezelf dan echt denk van, als ik het nu niet vertel, dan doe ik mezelf de kosten van de pijn of zo. Dus van elke keer dat ik zeg maar de reactie krijg van, oh, waar blijf je? Of hebben jullie nog? Dan denk ik mezelf, ja, maar. Ja, maar die vraag zou je sowieso krijgen. Hè? Want jij zegt eigenlijk van, omdat zij dus een week na mij of naar jou een relatie kreeg, heb jij die video gemaakt. Maar je zou die vragen desalniettemin krijgen, ook al was hij niet na een week. Klopt, en dan kan ik niet even leuk zeggen, oh, we zijn uit elkaar gegaan, we zijn nog steeds vrienden, gaat allemaal prima, want dan lieg ik. Nee, maar ik bedoel meer te zeggen van, je wilde het in eerste instantie uittrekken, net als Harm en Jacinta. Ja. Maar hoe had je dat dan aangepakt? Want je zegt nu van, Als alsnog deze situatie was gebeurd. Stel, zij was niet na een week met een ander gegaan. Dan was ik echt gewoon misschien, weet ik veel, binnen een weekje in een random Q&A-video dat ik dat dan had gezegd in het midden van de video of zo. Dan had je het wel veel, dus. Ja, uiteindelijk wel. Ja, geen derde keer dit video. Want dan boeide het me niet. Het was de rest van de video gewoon allemaal leuk. En dan vertelde ik gewoon even een nieuwtje van, oké, even serieus. Dit is gaande, we zijn uit elkaar. Maar voor de rest alles prima. Voor de rest geen haat. We vinden nog steeds elkaar aardig en blablabla. Ja. Dus dat. Maar dat had ik dan gezegd. Ja, maar nou is het wat anders. Omdat, nou is het een andere situatie. En dan dacht ik mezelf van, ja, als ik het nu niet zeg, of uiteindelijk zeg van, ja, het is uit elkaar, dan zit ik van, ja, maar dan zit ik er zelf heel erg mee van, hey, ik zeg nu dat het leuk uit elkaar is gaan, maar het is totaal niet waar. En ik zit er eigenlijk gewoon een beetje mee. Ja, precies, want mensen verwachten dan dat jij zegt, ja, we zijn uit elkaar, maar we zijn nog vrienden, dus alles goed. Maar je kan dat niet zeggen, omdat jullie zijn niet echt vrienden meer na wat er gebeurd is. Ja, en als ik dat niet zeg, dan gaan er allemaal roddels komen. Want kijk fucking naar Enzo en D. Ja. Dat was zeg maar ook een beetje een dingetje van, omdat zo'n grote break-up in YouTube Nederland voorbij is gekomen, is zo van, oké, het kan niet erger worden dan dat. But that's the fucking worst what happened. Echt, ja, dat was wel echt opgeblazen. Elke social media platform was ontploft door dat. Vooral omdat het twee keer was gebeurd. Omdat ze al een keertje eerder uit elkaar zijn gegaan. Gaat het zo erg ontploffen. En dan ben je ook gewoon bang dat het bij jou ook gaat ontploffen. Dat iedereen over gaat praten. Rollen gaan verspreiden. Mm-hmm. Dat iedereen haat gaat zaaien. Helemaal geen zin. Ik wil gewoon lekker
een Ark-filmpje opnemen. Je wil gewoon lekker je ding doen. Leuk Fortnite doen. Ja. Joh. Ik snap het. Maar we zijn nu bij de podcast. Dus we gaan nu praten over je relatie. Yes. Daar een podcast wel een beetje voor. Ja, tuurlijk. Voordat we naar Pascal gaan, wil ik nog één ding vragen. Alicia heeft na jouw video een publieke post gemaakt. Niet heel veel mensen hebben die gezien, want niemand volgt Alicia, denk ik. Maar ik neem aan dat je die hebt gelezen. Die heb ik gezien, ja. Ik wil hem niet voorlezen, dus voor de kijkers thuis, jullie kunnen hem wel opzoeken op een manier. Hey, het staat in beeld. Het kwam er eigenlijk op... Nou ja, er staat hij. Oké, whatever, hij staat nu in beeld. Ja, weet je of je hem nou op gaat zoeken of wat je muziek... lees hem nou maar gewoon. Ik lees hem wel even snel voor. Ik wil hier ook nog even wat over kwijt. Ik ga mezelf niet verdedigen, want ik weet welke keuzes ik heb gemaakt. En daar sta ik nog steeds achter. Ik heb inderdaad een nieuwe vriend. Ik heb al een langere tijd geen gevoelens meer voor Link, ook toen we nog een relatie hadden. Dit is waarschijnlijk de reden dat ik sneller over Link heen ben dan andersom. Dit is zeker geen excuus om hem pijn te doen en dat had ik inderdaad anders kunnen doen. Ik wou alleen niet tegen mezelf en anderen over mijn gevoelens hoeven liegen. Ik heb een geweldig 2,5 jaar gehad met Link en ik geef nog steeds veel om hem. Geef Link alsjeblieft veel steun en liefde, want hij verdient het. Hierin zegt ze eigenlijk dat zij vreemd ging. Nou, zeg ik dat goed? Of is het, nou ja, weet je, wat... ze ging niet zozeer vreemd, maar ze had zeg maar al geen gevoel voor jou meer voor een hele lange tijd. Ja, maar wat de definitie van vreemd gaan is, voor mij, is dat je tijdens de relatie met iemand anders een relatie hebt, of hebt gezoend, of hebt geneukt, of iets in die richting. Ja, oké, maar dat weten we niet. Dat weten we niet. Ik heb geen idee. Daar kunnen we niet over zeggen. Benefit of the doubt, niet gebeurd. Nee, precies. Daar hoop ik ook voor dat het ook niet zo is. Laten we dat aannemen. Maar ik zeg 90% zeker... Hopelijk niet. Maar goed, en dan een week daarna krijg je dan te horen dat ze al zo erg van iemand houdt. Of verliefd is, dat ze al een relatie heeft. Dat kan niet in een week. Nee, dat denk ik ook. Speelde nog veel langer. Maar zij zegt hier al in deze post dus dat zij al een langere tijd geen gevoelens meer had voor jou. Ze hield je eigenlijk een beetje aan het lijntje. Nou, dan heb ik wel een beetje gevoel van. En ik had altijd wel een beetje nog steeds van, het kan misschien nog goed gaan. Ik heb nog steeds gevoelens voor je. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik hou nog steeds heel veel van je. En dan kreeg je dat te horen en dan... Dan ben je echt alles aan het twijfelen van... Was toen al het gevoel weg? Of was toen al helemaal het gevoel weg? Of vond je me toen nog wel leuk toen je me bijvoorbeeld een knuffel gaf... of iets in die richting, weet je wel? En dan ben je zo over jezelf aan het twijfelen. En dat is het naarste, dat je over jezelf aan het twijfelen bent... in zulke situatie van... Oh, ben ik nog wel leuk genoeg? Of ben ik nog wel een beetje knap? Ik snap wat je bedoelt. Maar het kutte is ook, want ze zegt dus... al een paar maanden geen gevoelens meer... langere tijd, zegt ze. Mm-hmm. Maar niet heel lang voor de break-up gingen jullie nog met z'n tweeën op vakantie. Ja. Maar had jij niet dat je tijdens die vakantie zoiets had van oké, dit voelt al raar of Alicia is Alicia niet meer? Ja, de bal denk ik dat ik maar 2 vlogs heb geplaatst. Nee, we hadden eigenlijk gewoon puur op vakantie was. Maar we hadden best wel leuke dingetjes gedaan en zo. Maar er was toen echt meer ook het gevoel dat we echt als vrienden daarin gingen. We hadden als vriendje en vriendinnetje. Okay. Daar ook meerdere koppeltjes en zo. En die waren meer naar elkaar toe gedreven. En ik was meer mijn eigen dingetje aan doen. En zou ook meer haar eigen dingetje. En bijvoorbeeld dat ik ze noem af en toe even lekker een rondje te lopen. Even lekker een mobieltje, even Pokémon rondje te spelen bijvoorbeeld. En dan even langs het strand te lopen, even genieten. En ze hadden bijvoorbeeld weer dat ze andere dingetjes wilden, souvenirtjes wilden. Elke keer naar die winkeltjes toe. Oké, ik ga wel een keertje mee naar de winkeltjes. Maar als je de dag erop weer naar de winkeltjes wil. Zeg van ja, maar dat heb je letterlijk gisteren al gezien. Dan denk ik, dan wil ik wat anders doen dan dat. Ja. En dan botsen ze ook een beetje tegen elkaar op. Maar... Oké. Maar ja, maar dan zoek je op dat zo'n moment zoek je er niks achter natuurlijk. Want je weet niet beter. Nee, en je zit binnen op vakantie. Dus waarom de fuck ga je... Waarom ga je vakantieruzie zoeken... als je voor de rest helemaal niemand er anders hebt? Ja. Nee, goed punt. Oké, goed. Dat was het Link Alicia tafereel. Pascal, jij hebt ook de nodige drama gehad in je relatie. Ja. Of nou ja, in je leven meer. Ik weet, hoeveel vriendinnen heb jij nou wel gehad waarvan YouTube het weet, zeg maar? Waarvan YouTube het weet? En als we Twitch erbij mogen rekenen, dan is het 2. 2. Hoeveel relatie heb je totaal gehad? 3. Oké, 3. Van eentje is het dus... Was dat ervoor die ene? Die daarvoor was de eerste, zeg maar. Toen deed ik nog niet echt YouTube. Ja, oké. Dus. Want ik kan me herinneren dat is de eerste vriendin die je had... Dat was toen op je stream, toch? Ging je met haar streamen? Ja, toen ging ik haar fixen op mijn stream. En het lukte. Ik vond het wel grappig. Oh, dramapuntje, jongens. That's my ex. Klopt. Maar daar kwam ik pas later achter. Toen kreeg ik in één keer te horen van... Yo, maar dat is ook de ex van Joost. Nog. Wacht, wat? En dat vertel je me nu pas? Ja, ik had toen al met Nicky, dus ik zag er niks achter. Ik zat wel een beetje van... Weet je wel, dit was mijn uitdruk. Wow. De brocode, man. De brocode. Kan je niet maken. Je kan niet zomaar met de ex van iemand anders gaan. Dat kan niet. Dus, de tweede vriendin van Pascal. De tweede vriendin. Ja, dat was ook...
De ex van een vriend. Ja. Je hebt dus eigenlijk gewoon twee exen van vrienden van je gedaan. Ja. Nice. Nice. Ja. Heel goed. En de derde? En de derde, die is er niet. Nee, de derde was ervoor, hè? Die telt niet. Ja, oh ja, okay. De derde was ervoor. Dat is. Nee, maar oké, laten we niet te veel over de brocode gaan praten. waar ik meer in geïnteresseerd ben, is van. Jij bent natuurlijk met haar live gegaan, die eerste vriendin. Ja. En. Hoe is dat gegaan, zeg maar? Want op een gegeven moment ging dat dus uit. Had jouw stream niet zoiets van, hey, waar is zij nu? Of hoe gaat dat nu? Ja, in het begin was het, zeg maar, ging ik haar dus fixen op stream en zo. En deze was mee met de stream en dat soort dingen. Yeah. En later, weet ik wat, maand later of zo, was het, zeg maar, voorbij. Was het in één keer voorbij, voelde zij, zeg maar, niks meer in één keer en... Heel raar allemaal. Ja. Waardoor ik heel erg aan mezelf ging twijfelen natuurlijk. Bla, 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 bla. Mm-hmm. En toen ging ik dus live. En vervolgens krijg ik de vraag, zeg maar, van... ja, hoe gaat het met puntje, 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 weet je wel? Ja, wanneer doet puntje, puntje, puntje weer mee? En dan zit je zo van, ja, kut. Ga ik het ze nu vertellen of... Want eigenlijk heb je er helemaal geen zin om erover te praten met je stream, weet je wel? Je hebt zoiets van... Ik wil dit niet aan jullie moeten verantwoorden, weet je wel? Yeah. Hoe mijn liefdesleven precies in elkaar zit. Maar omdat je zo vaak die vraag krijgt, dan word je zelf gewoon gek. Waardoor je het uiteindelijk alsnog je verplicht voelt om het alsnog te moeten melden aan je kijkers. Maar heb je dan niet een soort van spijt gehad dat je initieel met haar dan op de stream ging? Ja, ik heb er wel spijt van. Dat, aan de ene kant ja en nee, omdat ik heb er leuke verhalen over, weet je wel. Van chick fix via stream, nice. Yeah. Maar als ik dan naar het grote plaatje krijg, kijk en denk van, ja, yeah, eigenlijk had ik het beter gewoon behind the scenes moeten doen en niet zo vroeg erbij moeten betrekken. Mm-hmm. Wat ik ook bij mijn tweede relatie heb gedaan, die heb ik ook heel vroeg, zeg maar, bij mijn YouTube en al dat soort dingen aangekondigd en betrokken. Mm-hmm. Terwijl ik zelf ook nog heel erg in een meh situatie zat en niet helemaal zeker wist. Maar alsnog deed ik het omdat ik me soort van verplicht voelde of zo. Of er was een soort drang om het alsnog te melden aan je kijkers, weet je wel. Ja. Yeah. En ja, uiteindelijk is dat ook uitgegaan en dan zit je ook weer zo van... of in ieder geval, het ging echt 2 weken nadat ik die video had geüpload, met dat ik met haar had, had ik het uitgemaakt. Omdat ik, zeg maar, ik voelde zoveel druk op me. Eén van de kijkers, maar 2 ook omdat het, zeg maar een beetje wat link nou heeft. Met dat Alicia met een andere guy heeft, wat vervolgens ook een vriend, zeg maar, van Link is. Dat had ik ook. Alleen er zat wat meer tijd tussen, maar ik voelde me daar zo kut door uiteindelijk, waardoor ik, zeg maar, het gewoon niet aankon. Waardoor ik heb gezegd, ik ga hiermee stoppen, we gaan dit niet meer doen, want pauze ertussen, omdat word ik knettergek van. Yeah. Plus ik moet het ook nog eens verantwoorden, zeg maar, aan mijn kijkers en al die gaan allemaal vragen en dat ziet hij dan ook weer op social media, weet je wel, en ik wil hem er ook niet mee lastigvallen. Mm-hmm. En allemaal dingen die door je mind heen gaat, waardoor je echt zo zit van, wat moet ik nou doen? Ik weet het niet. Waardoor je zo erg stresst en keuzes maakt waar je later weer een andere, iets anders voor je zal doen. Ja, maar je had niet gewoon het gevoel of het idee van, laat ik deze relatie nog even wachten met delen van, want ik heb geleerd van mijn streamfout. Dat ging niet goed. Ik voelde me daardoor kut. Ik ging aan mezelf twijfelen, et cetera. Laat ik nu deze relatie nog even geheim houden voordat ik het deel in een video. Ja, nu ik erover nadenk, had ik wel zoiets van, ik had hier, als ik hier langer mee had gewacht, dan was alles nog goed geweest waarschijnlijk. Er was niks aan de hand meer misschien. Maar doordat ik het dus heb gedeeld, stress, allemaal shit kwam erbij kijken en zo. En was van... Je hebt eigenlijk 2 keer dezelfde fout gemaakt. Als twee keer heb ik eigenlijk dezelfde fout gemaakt. Waardoor ik nu de 3e keer... Leerde van. Hell no. Ik ga waarschijnlijk als ik mijn volgende relatie ga ik ook niet eens aankondigen. Of wat dan ook. Nee, maar dat zie je nu bijvoorbeeld met Harm heel erg. Want die heeft nu eindelijk zijn relatie aangekondigd met... hoe heet ze ook alweer? Naomi. Ja, we hebben Naomi nog nooit ontmoet. Dus sorry dat ik niet weet hoe ze heet. Ik weet niet of ik dat ontmoet. Heb je dat ontmoet? Ik heb ook nooit ontmoet. Op het feestje van de Harm. Ik weet niet of ze daar was. Volgens mij niet. Was het een housewarming feestje bedoel je? Of? Daar was zij niet bij. Nee. Ik weet niet of ik het heb ontmoet. Want... anders als ik het niet heb ontmoet, fuck jou. Als ik je wel ontmoet, was hartstikke gezellig. Nee, want wij wisten al een tijdje dat Harm een relatie had. Maar hij heeft er heel lang heeft hij het stilgehouden. Ja, heel slim. Want kijk, wat dat is letterlijk ook gewoon... letterlijk, hij heeft geleerd van zijn fouten. Wat hij dan met Jacinta. Met Jacinta, Ook heeft hij wel haar dan... voordat ze al een relatie had, natuurlijk al in de video gebracht. Want toen vond ik dan een beetje van... hey, straks heb je het uiteindelijk met haar. En dan gaat een beetje tegenaan botsen. Maar op de manier hoe hij het voor de rest heeft gedaan... weet je, dat hij net deed alsof hij haar ging fixen... dat hij een beetje een vertekend beeld voor de kijkers maakt van... oh,
Hij probeert haar te fixen, maar het lukt hem niet. Ja. Dat vond ik juist heel sterk, omdat je best wel een jong publiek hebt en dan kan je dat best wel verkopen. Mm-hmm. En dan een soort van zo'n showtje in je vlog kan je dat dan neerzetten, want het is allemaal puur entertainment, dat is allemaal niet echt. Ja. Dan maakt het juist best wel leuk om naar te kijken en dan kan je het zeg maar, de waarheid kan een beetje verstoppen. Zo van, ja. Dan kan je even voor jezelf houden totdat de tijd rijdt is om dat uiteindelijk te vertellen. Ja, zeker. En hij heeft nu eigenlijk gewoon die maanden gebruikt om de relatie te testen. Om te kijken of hij het echt het waard vond, zeg maar, om met haar te zijn. Want voor hetzelfde geld werkte de relatie niet en dan kon ze weggaan. En dan was het volgens het verhaaltje prima, want ze wilde Harm toch niet. Ja. En heeft, uiteindelijk heeft hij dus die test gedaan. En uiteindelijk kwam hij erachter van, oké, weet je, dit voelt goed, die relatie. Mm-hmm. En toen heeft hij het gedeeld. Ja, stel het ging uit elkaar tussen of ze hadden eigenlijk geen goede relatie meer. Dan kon hij uiteindelijk gewoon na een paar weken ineens zeggen van, jongens, ik heb heel slecht nieuws. Naomi vindt me echt niet leuk. Ja. En ze is naar het buitenland verhuisd. Zo ver mogelijk van weg, helemaal naar Australië. Heel vervelend. Maar we hebben Jeroen nog. Hey, weet je, en dan kan hij dat op een spelende wijze, op een geacteerde manier, kan hij het dan weer verkopen. En dan denken kijkers van, oh jammer, maar je kan het wel voor de volgende Harm. Ik geloof in je. Ja. Dan is er helemaal niks in de hand. Dan hoef je ook helemaal niet te verantwoorden voor je kijker. En dat is het vervelende wat er gaan is. En dat heeft hij heel, heel slim gedaan. Ja. Ja. Dus als Pascal binnenkort in één keer iemand gaat fixen in zijn video's. Hey, ik heb een serie dat ik chicks ga fixen. Hij heeft die serie al. Hij heeft de serie. In documentaire 3 of 4 komt er in één keer een meid. En die blijft er in één keer voor een paar maanden. En dan in één keer, poef. Maar sowieso ook gewoon qua relatie aankondigen op YouTube. Dus ook de eerste, met Alicia, de eerste relatie die ik ooit heb aangekondigd op YouTube. Yeah. Toen was daarvoor ook wel wat kleiner. Ik heb wel meerdere relaties gehad. Maar dan zeggen ze van, het boeit niet om het nu te vertellen. Want ik ben een paar 10.000 abonnees. Yeah. Het boeien wat je vindt van mijn relatie, ga ik niet vertellen. Maar toen was het echt mijn allereerste serieuze relatie. En ik dacht van, oké, we hebben nu al 2 maanden. En dat was toevallig Vadersdag. Dacht, oké, dan kan ik dit wel doen. En ik voel het ook wel goed om te doen, weet je al. Yeah. En ook om best wel, want ik denk er wel over na, op hoe kondig je zo iemand aan? Mm-hmm. Op welke manier? En ik dacht juist heel slim te zijn om, het is allemaal mindset zo, te denken erover na. Ik had eens een video gemaakt dat we allemaal spelletjes gingen spelen. En ik was total dik. Ik was super vervelend, super irritant. Klopt. Ik was de hele tijd aan het irriteren, waardoor dan kijkers denken van, Link is zo vervelend en gemeen tegen haar. Dat is zo, nou niet zielig, maar dat vind ik zielig voor haar. Dus dan doen ze automatisch een soort van aardig tegen haar, omdat ze al zoveel shit van mij krijgen. Yeah. En dan denk ze van, oh, het meisje is eigenlijk van zichzelf al heel lief. Dus ik hoef niet super lief te doen omdat ze al lief is. En dan zit ze al in die right mindset om aardig tegen haar te doen. Als je een beetje met haar een video gaat maken en ze doet bitchy of zo. Dan denk je, oh, wat een bitchy chick is dat. Dus ik ben heel erg over aan nadenken hoe je bepaalde mensen kan introduceren op je kanaal. Dat heb ik ook met verschillende YouTubers gaan van, oké, hoe ga ik deze persoon voor het eerst op mijn YouTube kanaal neerzetten? Of een niet-YouTuber, hoe ga ik die in mijn video's doen? Hoe ga ik dat? Yeah. Daar denk je het over na. Mindspelletjes met Link. Ja, echt. Hè? Maar sowieso als ik nu ooit een keer een nieuwe relatie heb, of in ieder geval hoe ik er nu over nadenk, denk ik mezelf, ik ga het niet eens fucking vertellen. Yeah. Nee. Ik ga gewoon bij deze, als je ooit ineens denkt van, heeft Link een vriend of vriendin? Soms word ik ineens gay. Je weet me nooit, hè? Maar dan ga ik het gewoon niet vertellen. Nee. Nee, maar weet je wat gewoon ook zo irritant zeg maar is? Ik zie soms ook wel eens voorbij komen dat kijkers helemaal zijn van, oh my god, hij loopt met een meid. Wie is die meid? Weet je wel, dan stuurt die foto's door en dan dat soort dingen. Ik heb wel eens van andere YouTubers voorbij zien komen. Dat er dan foto's online komen. Met dat ze in één keer met een meid lopen. En dan wordt er gedacht van, wie is dat? Is dat de vriendin van? En dan heb ik zoiets van, wat boeit het? Yeah. Waarom doe je daar zo? Ik heb best ik snap wel waarom dat gebeurt hoor. Ik bedoel, dat kan je heel erg vergelijken met wat er al jaren speelt in het BN'er-landschap. Je hebt heel veel van die bladen zoals Privé. Ja, en hoe heet het programma op de SBS6 over RTL Boulevard. RTL Boulevard. Ja. Weet je, dat zijn gewoon van die programma's en bladen die letterlijk bestaan op drama en relaties. Mensen relaties smelten van BN'ers. Om dat te weten. Mensen smelten, mensen willen dat gewoon heel graag weten. Dat is gewoon een soort van. Het is gewoon zo vies. I wanna know who you fuck. Ja, maar kijk, ik bedoel, wij zijn als het ware de BN'ers van 2018, weet je wel. Yeah. Voornamelijk voor de jonge generatie. En die delen gewoon die passie. Ik weet niet, het is gewoon, hun zijn gewoon heel erg fan van iets en van iemand. En die willen gewoon graag weten wat die doet in zijn leven. Kijk, die willen alles weten. Die willen ook heel graag weten met wie ze in dat punt een relatie hebben dan. Ja. Juist dat. Want ja, dat ik kan het op zich wel begrijpen. Alleen het is gewoon van,
kan je ook zeg maar een beetje respect tonen of zo naar, ja, naar de persoon waar je tegenop kijkt. Maar dat is het deel van het brein wat in een jong persoon nog niet ontwikkeld is. Van oké, dat je kan begrijpen waarom een andere persoon dat niet fijn vindt. Ja. Want denk bijvoorbeeld, als ze weten waar je woont, dan gaan ze naar je huis toe. Omdat hun denken van, al dan kan ik een handtekening of foto krijgen. Ja. Dat is het pluspunt voor mij. Maar hun kunnen, zeg maar, misschien willen ze dat wel. Maar ze kunnen nog niet bedenken van, oh, maar misschien vindt hij het niet fijn als ik voor zijn huis zit. Daar kunnen ze niet over nadenken, nee, want dat deel van het brein is nog niet ontwikkeld. En als je uiteindelijk 16 plus bent of iets in die richting, dan beginnen kijkers dat te begrijpen. En dan, ik heb ook echt een kijker gehad van 14, die is nu 17 of zo. En die is door de jaren heen, die zegt ineens van, waarom heb ik dit allemaal gedaan, weet je? Ja. En die begint dat nu allemaal te begrijpen, wat dat allemaal aan het ontwikkelen is. Klopt. Want ja, tot aan je, weet ik veel, 21 is je brein nog super erg aan het ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het wat iets minder snel. Maar bijvoorbeeld zulke dingetjes. En dat is precies hetzelfde met relaties. Als eenmaal één dingetje weet van, oh, misschien heeft hij wel een vriend of vriendin, die ene persoon. Oh, dan wil ik nu alles weten. Gaan ze alles opzoeken. Gaan ze op Twitter opzoeken. Gaan ze dus comments achterlaten. Mm-hmm. En dan ziet iemand anders die comment, denk van, oh, heeft hij een vriend of vriendin? En dan gaat hij ook weer allemaal opzoeken en alles opdraaien. Ja, tuurlijk, maar dat is hoe het werkt. Goed, ik had nog een ik had nog een video van Pascal, maar ik denk dat het wel een beetje besproken is. Je had het hier ook over in je Drama Live video. Had je het over een meisje die jij ging daten. Dat was het tweede meisje. Was dit het tweede meisje? Nee, dit was een livestream meisje. Zeg maar, van de drie was dit de tweede. Ja, oké. Okay, dit was het livestream meisje. Ja. Ik zet hem even heel snel aan. Heel goed. Zonder geluid. Nice. Maar nu staat hij waarschijnlijk gewoon uit bij de regie. Regie? Kan en in deze drie jaar heb ik ook veel nieuwe vrienden leren kennen via het internet. Echte vrienden. En niet de vrienden die ik dus leerde kennen in mijn middelbare. In deze periode leerde ik ook een meisje kennen. Ze was leuk, aardig, hield van gamen en nog veel meer. Ik leerde haar kennen via een goede vriend van mij. Alleen, ze woonde helemaal aan de andere kant van Nederland. Dus elkaar zien ging niet heel makkelijk. Een maand lang hebben we bijna elke avond afstandsrelatie. Ik heb alleen nog mijn afstandsrelatie gehad, hè. Ja. Echt alleen maar gewoon aan de andere kant van Nederland was het. Maar goed, dit ging dus eigenlijk over haar. Ja, dit ging over haar, zeg maar. Dit was mijn eerste afstand... Of nee, tweede afstandsrelatie, ja. Oké. Okay. Ja, je hebt hem ook met drie ook gehad. Ook online, ja. Dus ja, ik was het niet tellen. Nee, nee, was grappig, ze kwamen allemaal uit Rotterdam. Ze kwamen allemaal uit Allemaal uit precies dezelfde stad. Tijd om misschien je... Tijd je om eens, even, de, hoe heet dat? Even wat verder kijken, ja, inderdaad. Maar ik wilde daar de mooie woord voor gebruiken, maar geen idee wat het was. Ja, maar Tinder geeft me alleen maar Rotterdam aan of zo, man. Tinder. Hey, over lange afstandsrelaties gesproken. Ik ga nu eventjes naar het segment in de podcast waarin jullie vragen kunnen opsturen naar ons om te beantwoorden. En ik heb hier een vraag van Soul Riders. Wat een epische naam. Tegen deze. Dat is toch van die song of niet? Echt zo Soul Riders. Hallo, ik heb een vraag. Wait for it. Oh god. Ik wil jullie niks, niet niks belachelijk tegen, maken. Niks tegen je stem, maar het was even een grapje. Het was een grapje. Voor de volgende podcast is Don hier aanwezig. Dus wil jij vragen voor Don stellen? Doe dat dan op de Anchor app. Anchor.fm. Download de Anchor app in je Google Play Store of App Store. Daarin kan je dan bij de zolderkamer jouw vragen achterlaten. Zoals bijvoorbeeld Soul Rider heeft gedaan. Goed, we gaan er naar luisteren. Jodio, wat vinden jullie van relaties op het internet? Dat zoals vriendinnetje en vriendje of vriendinnetje en vriendinnetje. Of vriendje en vriendje, vriendje met vriendje. Een hele lange afstand tussen elkaar. Vinden jullie dat een goed ding of juist een slecht ding? Groetjes, Sonaina. Hij moest even nadenken. Hij moest even nadenken. Maar dat is gewoon een jonge iemand. Dus die heeft een hogere stem. Soul maar rider. Qua long Ja, wat vinden jullie van long distance relationships? Ik zou dat wel vol kunnen houden. Want ja, dit gewoon... Ik kan het met een weekend... Kan ik het volhouden, weet je al. Mm-hmm. Dus op zich zou ik het wel aankunnen. Maar ligt eraan ook, wat is long distance? Is het van de andere kant van Nederland? Is het ineens een heel ander land? Amerika, weet je wel. Dat is wel heel erg verschil. Ik denk dat allemaal verschillende secties. Wat bijvoorbeeld in Nederland is. Oké, maar dan kan je elkaar nog best wel in het weekend zien. Of om het weekend. Of... Yeah. Maar als iemand ineens in Polen woont, ja, succes om daar even elk weekend heen te gaan. Nou, laten we ervan aangaan dat heel veel mensen een relatie hebben in de stad waar ze wonen, zeg maar. Die hebben elkaar dan leren kennen via het uitgaan of via school. Ja. En dan ontstaat een relatie, dus je ziet elkaar bijna elke dag. Ja. En dan in één keer zie je elkaar maar alleen in het weekend. Ja. Kijk, voor ons is het inderdaad wel makkelijk, want wij hebben genoeg te doen. Mm-hmm. Ja. Zoals jij zei, jij zag haar sowieso alleen maar in het weekend, ondanks dat jullie een half uurtje van elkaar afwoonden. Mm-hmm. Maar stel, je hebt geen vervoer of zo, of je moet echt 2 uur rijden voor een vriendin. Zou jij dat ervoor over hebben, Pascal?
Ik denk het wel. Ja? Aangezien, ja, jij hebt natuurlijk alleen maar long distance. Zeg maar, het is wel zo'n moment van, oké, je ziet elkaar weer, weet je wel. En dan is het ook meteen dat je elkaar een paar dagen achter elkaar ziet. En niet dat je één dag erheen gaat en dan weer terug. Ja. Dus dan heb je gewoon echt meteen heel veel leuke dagen. En daar kan je ook echt gewoon in die week naar uitkijken. Ja. Dus dat is wel vet. Ja, ik deel diezelfde mening ook wel. Want mijn eerste en ook mijn huidige vriendin, die woont echt super ver van mij weg. Mijn eerste vriendin woont ook in Rotterdam. Oh ja, Pascal, dat was jouw vriendin ook. Woon in Rotterdam. En die andere, die woont nog een stukje verder, als je vanaf Den Helder kijkt, zeg maar. Dus ik moest echt iets van 2 uur en 3 kwartier in de auto zitten of zo, bijna. Bijna 2 uur in de auto zitten. En dat is best wel ver, maar dan had je wel inderdaad iets om op uit te kijken. Ik kan me nog herinneren, helemaal die eerste dates, dat je dan in de trein zat. En dat je dan echt dat gevoel had van, helemaal enthousiast. En dan zat je weer terug in de trein naar huis en dan voelde je echt super kut. Misschien voel je ook heel super goed van, oh, het was zo leuk. Ja, het was leuk, maar aan de andere kant denk ik van, ik wil langer, weet je wel. Ja, klopt. Dus dat is dan wel het nadeel van, je ziet elkaar niet vaak, maar de momenten dat je elkaar zag waren wel heel speciaal. Ja, en ik denk dat dat ook wel werkt voor dan uiteindelijk de long term. Omdat je dan kleine momentjes hebt waar je van elkaar kan genieten en dat je dan niet al elkaar gaat ergeren of zo, want dat is wat je veel ziet. Als je heel veel op elkaars neus gaat zitten, helemaal aan het begin van de relatie, dan ga je elkaar een beetje afstoten. Zoals je bouwt het gewoon langzaam op. Je bouwt het heel langzaam op, want wat ik nu heb met Nick is, ik ben uiteindelijk dichter bij haar gaan wonen. Niet helemaal alleen daarom, want ik woon nu ook dichter bij Link en bij Jared. Dat was je main reason. Mijn main reason is omdat ik dichter bij Link woon. Dus, maar ik woon nu ook dichter bij haar. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel gekomen omdat ik haar gewoon meer wilde zien. Op een gegeven moment wil je elkaar wel meer zien. Dan ben je door dat stuk aan het begin heen van, oké, het is spannend en leuk. En het langzaam opbouwen is klaar. Nou wil je er gewoon voor gaan. Ja. Dus nu woon ik dichterbij en het gaat nog steeds heel goed. En zij is hier echt heel vaak en ik ben daar eigenlijk alleen maar blij mee. Maar long-term relationships, weet je, we wonen in 2018. De communicatiemanieren, internet is er, Skype is er. Ja. Er zijn zoveel manieren om elkaar... Discord is er. Ja. Er zijn zoveel manieren om elkaar te spreken. Ja, echt hoor. Nu. Het is niet meer zoals vroeger dat je een brief moet sturen en hopen dat je reactie terugkrijgt. Nee, echt hoor. Je kan elkaar letterlijk gewoon bellen op Discord of iets. FaceTime inderdaad, zeker. Je kan elkaar gewoon legit dan zien en dan kun je ook gewoon uren met elkaar praten. Ja. Is natuurlijk wel anders, maar het is wel een goede tussenstap. Weet je, technologie gaat tegenwoordig zo ver. Binnenkort doe je een virtual reality ding op en dan kan je elkaar ook weer zien. Dan kan je zelf ook elkaar knuffel geven, weet je wel. Weet je, nu zie je misschien bij jezelf, oh, dat is echt raar, dat doe je echt nooit. Wacht maar, over 10 jaar. Zit je daar Ik heb er al een paar mensen zien doen in VR-tje. Hey, laten we het daar niet op hebben. Maar goed, ik snap wel, als je jong bent en je zit nog op school, dat het dan wel kut kan zijn. Ja, als jong persoon, je hebt je dorp of stad of je omgeving, die regio is nog zo groot. Er zijn zoveel mensen nog te ontdekken. Ja. Ben je geïnteresseerd in een mannetje en een vrouwtje? Er zijn er gewoon zoveel. Ik was 12 toen ik voor het eerst mijn stad een beetje uitging, zeg maar. Ja, toen ik echt verder ging kijken dan Den Helder. Dus. En voor ons is ook nog steeds hetzelfde. Onze regio is ook nog steeds groot genoeg. Er zijn nog steeds genoeg vissen in ons meertje. Ja. Maar ja, we hebben fucking heel Nederland nog. Ja. Waar potentiële hele leuke druifjes zijn om te plukken. En desnoods, stel je hebt dat allemaal gehad. Hallo België. Zuid-Nederland, sorry. Ja, sorry dat ik jullie beledig. We gaan alle Belgen in de comments. Maar ja, die heb je ook. En die hebben ook buitenlandse. Misschien ook een keer leuk. Dan heb je met iemand waarmee je Engels kan praten. Kan je naar PewDiePie? Mijn neef heeft een Engelse vriendin. Die komt uit Schotland. Scotland. Heel grappig, ja, want zij verstaat wel Nederlands, maar ze praat het niet. Dus je kan Nederlands tegen haar praten, maar ze praat Engels terug. Dat is ook wel relaxed. Ja, het is wel geinig. Op zich een Engels relatie ook best wel leuk, omdat je elkaar zo erg moeilijk met elkaar communiceren, dat je alleen die taal kan gebruiken. Yeah. Dan ga je die taal ook meer ontwikkelen om met elkaar te kunnen communiceren. Maar het is ook zo anders, omdat het echt twee compleet verschillende dingen zijn, weet je wel. Hun hebben een hele andere cultuur bijvoorbeeld dan dat jij hebt, weet je wel. En leer je ook heel veel van elkaar. En dan komt uiteindelijk de big question. In which country are we gonna live? Kom je bij mij? Of kom ik bij jou? Of gaan we iets anders zoeken? Een ander land toch? Poel een PewDiePie'tje. Oh, no. Niet in Zweden, niet in Italië. We gonna live in England. Dames, als je ooit met mij wilt daten, ik blijf in Nederland. Ik blijf ook in Nederland. Joost is ook in Nederland. Wil zeker jij weten met Joost daten? Waarschijnlijk niet. Wow. Dat kan niet. Want Joost... Wil jij de wereld ontdekken? Pascal is your guy. Ja. Yeah. Denk bij jezelf, ik hou van kaas. Ik ben ook klant. Hallo. Ik ben er nog niet aan toe. Pak een link. Ik heb een Millie. Hey, dames en heren, bedankt voor het kijken naar wederom een nieuwe podcast. Ik vond hem wel leuk. Joost, bedankt dat jij er bent. Bedankt dat ik er ben. Dat heb ik nog nooit iemand tegengesteld tijdens deze podcast. Oh. Ik wilde eigenlijk jullie bedanken voor het vergezellen vandaag. Ja, geen probleem. En mensen thuis, bedankt voor het kijken / luisteren. Volgende week zijn we dus terug met Game Meneer en gaan we het hebben over videospelletjes.
Dus laat je vragen achter op de Anchor app. Download hem in jouw app store. En ja, thanks. En ik zie jullie allemaal volgende week weer terug. Doei. Doei.